Waarom is dit gebied nou zo onbekend voor de Hagenaar? Nou, eigenlijk lag dit gebied dus vroeger aan de rand van Den Haag. Maar nu met nieuwe wijken zoals Vroondaal komt het eigenlijk meer naar het midden van Den Haag toe. Den Haag moet Madestein ontdekken. Dat vindt de organisatie achter het evenement Madestein Beweegt Je. En om hiervoor te zorgen staat het recreatiepark zaterdag in het zonnetje. Nou, er zijn eigenlijk twee doelstellingen met dit. We willen eigenlijk alle partijen willen we met elkaar verbinden. En ten tweede om de omgevende wijken te laten zien. Wat gebeurt er nou in Madestein? Wat kan ik daar nou doen? En daarom zijn er de hele dag activiteiten in het recreatiegebied. Tegenover heb je de Haagse modelbootclub met modelbootjes. Je hebt een hardloopwedstrijd die net van start is gegaan. Je kan meedoen aan powerwalking, Nordic walking, noem het maar op. En de verenigingen doen ook allemaal mee met hun eigen activiteiten. De Haagse modelbouwclub is heel blij met de aandacht. Ik word nu betrokken bij al de woonwijken die er zijn. Het is natuurlijk wel mooi als daar mensen zijn die weten wat er te doen is in de wijk. En we hopen op deze manier daar meer aandacht voor te geven. Dat er mensen, ook kinderen of jongere mensen zeggen, hey, dat vind ik leuk. Waarom is dit gebied nou zo onbekend voor de Hagenaar? Nou, eigenlijk lag dit gebied dus vroeger aan de rand van Den Haag. Maar nu met nieuwe wijken zoals Vroondaal komt het eigenlijk meer naar het midden van Den Haag toe. Dus uiteindelijk is er wel genoeg mensen die eigenlijk willen gaan bewegen. En dan is het jammer als we het park, wat gewoon daarvan in het midden ligt, eigenlijk overslaan. Hoe reageren de bezoekers op dit moment? Heel enthousiast. Heel enthousiast, ja. En wat zeggen ze? Ja, hartstikke leuk. Leuk bootjes en zo. Oh, wat leuk. My son saw the boats, so he really wanted to come back and see how they worked and just check it out, yeah. So you like it here? Yeah, I would love it here. Ja, het is een mooi natuurpark voor mensen en natuur. Ik vind het wel leuk dat daar dat alles is neergezet. Wat hoop je voor dit gebied na vandaag ook? Na vandaag hoop ik eigenlijk dat mensen Madestein hebben herontdekt. En dat ze gewoon precies weten wat hier te doen is. En dat ze eventueel aansluiten bij iets. En dat je dus eigenlijk de omgeving meer laat bewegen.